Dear diary, the worst thing has happened to me. Ik voel dat ik een deel van mezelf ben kwijtgeraakt. Nu ben ik supersnel mezelf aan het ontdekken en ben stilletjes aan de beste versie van mezelf aan het worden. Maar ik snap niet waarom ik daardoor zoveel verlies. Mijn sociaal leven lijkt nu gewoon een vage herinnering. En ook deeltjes van mezelf die ik 18 jaar heb gekoesterd, moet ik laten gaan. En daar heb ik het verdomd moeilijk mee. Zelfs in mijn dromen voelt het alsof het nooit gebeurd is. Het is een vreemd gevoel hoe iemand zo snel en zo belangrijk in je leven kan worden en tegelijkertijd zo snel uit je leven kan verdwijnen. There was something here once. Een vriendschap die volwassenheid niet heeft gehaald. Liefde, ontdekt op een fout moment, of een persoon die niet zeker is over wie hij op dat moment is. Op dat specifieke moment wist ik niet wie ik was. Mijn vlam was aan het uitdoven. Ik wist niet wat er aan het gebeuren was. Ik lachte veel, maar ik was niet echt gelukkig. En ik dacht daar veel over na. Maar ik was ook niet ongelukkig. Het gevoel dat je alles deed wat je kon, maar dat het niet genoeg was. Je ziet mensen om je heen verdwijnen, maar jij bent nog steeds die ene persoon die 2 jaar in het verleden blijft vastzitten. Ik vocht zo hard voor iedereen om me heen, dat ik geen kracht meer had om voor mezelf te vechten. En nu was ik verloren. Verloren in een zee van gedachten. Met golven zo groot dat ik er niet over kon zwemmen. En die me weg gingen brengen naar een plek die ik niet kon kiezen, nog kon voorspellen. Jezelf verliezen is het meest pijnlijke dat er bestaat. En denken dat het mijn eigen fout was, maakte het alsmaar maar pijnlijker. Hij wist niet waar naartoe, hij was verdwaald. Hij wist niet waar de volgende week behaald. Sterren kijken, zo kon hij de tijd vergeten. Ruimte creëren met planeten en kometen. Everyone experiences uncertainty, and the only way to get answers to that uncertainty is to wait and see. Is this a fun option? No. Is this the only option? I think so. Liefste dagboek. We zijn 6 maanden verder. Ondertussen heb ik mezelf gevonden. Ik omring mezelf nu met de juiste mensen. Ik doe dingen waarvan ik echt gelukkig word. En ik heb vrede genomen met de delen van mezelf die ik heb achtergelaten. Over de afgelopen maanden ben ik terug begonnen met het maken van YouTube-video's. En ik ben ook begonnen met muziek te maken. Bovendien ben ik toegelaten in mijn droomschool en doe ik mijn absolute droomrichting. Ik heb zoveel toffe nieuwe mensen ontmoet waar ik echt mezelf rond kan zijn. Door hen heb ik de passie teruggevonden om dingen uit te proberen, ongeacht vooroordelen of resultaat. Ervaring is ervaring, dat zeggen ze. Ik heb mezelf dus ook DJ'en aangeleerd en ik heb mijn merk uitgebreid en ik heb zelfs eigen merchandise gehad voor een klein moment. En er zijn nog zoveel nieuwe dingen die ik wil uitproberen. Oude vrienden die ik dacht niet meer terug te zien, zijn terug in mijn leven gekomen. En het belangrijkste van alles, ik ben een persoon geworden waar kleine Jonas naar zou opkijken.